Dat is de tweede rit van de 10 kilometer. Zeg maar halverwege denkt iedereen, dit is absoluut fantastisch wat er nou gebeurt. En jij zal balen als een stekker, denk ik, tijdens die rit. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik ervoor moet zeggen. Het vervelende was, of is, als het een gewone race is en je gaat op je... Nou, dan is het nog niet zo erg, maar... ik ben deze hele seizoen in de trainingen en in de wedstrijd nog niet één keer gevallen. En juist in deze wedstrijd moet dat gebeuren. En daarbij voelde ik me voor de wedstrijd heel erg sterk. En die eerste rondjes gingen ook fantastisch, want Henk die zei zelfs dat ik langzaam moest rijden. Maar bij mezelf had ik het idee van dat ik dit makkelijk vol kon houden tot de finish. Ja, en dan gebeurt er iets geks in de bocht na de finish. Zij die geconcentreerd rijden, die lekker rijden, weten eigenlijk niet als er iets fout gaat. Dus vraag ik jou maar even naar de bekende weg, weet je wat er gebeurde? Nee, ik kan moeilijk zeggen wat de oorzaak is geweest. Ik moet het terugzien op de tv, denk ik. Maar voor ik het wist had ik 5 meter over het ijs gegleden. En toen realiseerde ik me eigenlijk wat ik moest doen. Ik probeerde zo snel mogelijk weer te gaan staan. Dat ging ook niet echt makkelijk. En toen ik eenmaal stond, toen zag ik Henk naar me toe schaatsen. En toen dacht ik van nou, verder. En die rust proberen te pakken en dan maar zien. Geluk bij ongeluk, mag je dat zo zeggen, was dat Mosien ongeveer 150 meter voor je lag. Je kon je daar nog een beetje aan optrekken? Ja, ik had in elk geval een richtpunt weer. En had ik die niet gehad, dan had ik misschien met mijn gedachten helemaal afgedwaald door die val. En ik heb nog mijn best gedaan om die rust te pakken en een eindsprint eruit te gooien. Alhoewel ik niet het gevoel heb dat ik me helemaal leeg gereden heb. En daarbij die 10 seconden die ik in dat ene rondje verloren heb, ja, ik weet het niet goed wat ik ervan denk. Het is vervelend. Het is helemaal theoretiseren, maar dat rondje met die val kost je al 10 seconden zo. Dan kost het nog een paar ronden extra seconden of tiende van seconden om in je ritme te komen. Ja. Maar je komt gewoon, volgens dat getheoretiseerd, dicht in de buurt van het wereldrecord. Ja, zo lekker ging je. Ja, precies. En dat maakt de deuk die je daarvan krijgt even iets groter natuurlijk. Rij je niet lekker en gaat het toch al niet goed, dan is het niet zo erg om eens een keer onderuit te gaan. Maar ik ging gewoon lekker. En... dan wordt het even wat moeilijker. Na die val ben je niet meer in de 34 gekomen. Je hebt allemaal 33's gereden. Het laatste rondje zelfs een 32 rond. Ja, ik had nog over. Ja, verder weet ik niet wat ik van moet zeggen. Ik had gewoon nog over. Gek is dat eigenlijk. Ja. Is het dan toch het geestelijke wat je opbreekt met andere woorden? Ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Wat je net al zei. En dat je je toch tegelijkertijd realiseert van ik kan nog harder? Nou, kijk... het probleem is, je krijgt niet weer een kans dit seizoen om echt heel hard te gaan rijden. Omdat je hier in Calgary gewoon niet meer bent. En ik zou proberen om in Heerenveen het in elk geval nog eens een keer te doen op de recordwedstrijd, de 10 kilometer. Maar zoals het nu staat, lijkt dit de snelste baan te zijn. En ik voel me op het ogenblik gewoon heel erg sterk op het gerichte schema wat we dit jaar getraind hebben. Waarbij we de laatste weken gewoon rust hebben gehad, heb ik gewoon een heel goed gevoel in mijn lichaam gekregen. En dan wou ik vandaag toch zeker proberen om helemaal een goed resultaat neer te zetten. Het resultaat op zich is natuurlijk niet slecht, maar je moet er na een seconde van aftrekken omdat je op een gegeven moment op je gezicht gaat. Ben je dat allemaal aan het realiseren van nou hier had het moeten gebeuren als je nog rijdt? Nou, wat ik zeg, tijdens het rijden ging het allemaal... Allemaal vrij vlot weer in een bepaald ritme. Niet in een super ritme, maar in een ritme omdat ik die rust gewoon... Ik ging een rondje rijden, ik denk van wat is dit voor een rondje? Dat was een 34 geloof ik. En daarna ging het weer naar 33 en hij reed en dat, op dat moment gewoon al 34 is. Toen heb ik tegen mezelf gezegd, pak Mosien. En nou, dat was op dat moment mijn aanknopingspunt. Maar in mijn achterhoofd speelde natuurlijk wel heel de tijd van nou, voor goud doe je niet meer mee. Amerikanen en Canadezen houden van lef, van guts, zoals ze hier zeggen. Dat heb jij laten zien. Jij bent nu al de held van de dag, maar je hebt er zo weinig aan, hè? Ja, precies. Ik had liever dat plak gehad. Ja, dat zit er waarschijnlijk niet in. We moeten het afwachten, maar waarschijnlijk niet. Sterkte. Dankjewel.